Het verhuizen van mensen uit de gebieden die getroffen waren door wateroverlast in het binnenland verloopt moeizaam. Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport zei gisteren dat voor zover zij weet bij het spuien van water uit de Afbakka-stuwdam vanaf 10 december het slechts gaat om reguliere werkzaamheden. Waarmee we zijn gestart vanuit het ministerie is uitbetalen aan de landbouwers die getroffen zijn in Brokopondo. Ik had het de vorige keer al aangegeven, het gaat om een bedrag van 3,7 voor ongeveer 169 bewoners van Brokopondo. Geld is er nooit hoor, laten we dat echt eerlijk zeggen, we hebben nooit geld. Maar er zijn altijd een pot, er is altijd een pot van calamiteiten en misschien zouden we de aanspraak daarop kunnen doen. Maar ik heb me laten informeren en men heeft duidelijk aangegeven dat het gaat om dus de reguliere werkzaamheden. Dat de kleppen dus niet wijd genoeg open zullen gaan dit keer om overstroming te veroorzaken. Als zodanig. Emanuel zegt verder dat er geen budget vanuit haar ministerie beschikbaar is gesteld om in te kunnen spelen bij eventuele overstromingen. Je weet, vorig jaar zijn we bezig met de binnenlandbewoners om te kijken als we dus eventueel, wanneer het komt op wateroverlast, om ze te brengen naar hoger gelegen plek. Het gaat een beetje moeizaam omdat de mensen bekend zijn met hun omgeving en ze willen dus niet verhuizen. Maar we zijn gestart met enkele gebieden en daar zijn we nog bezig om te kijken, uit te kijken. Bijvoorbeeld Pusubrunu, daar zijn ze wel bereid om ietsje hoger te gaan. Maar om los te laten van waar ze zijn, dat is nog een proces. Maar de gesprekken, we zijn gaande met de dorpshoofden bezig om inderdaad te kijken. We zijn al een tijdje bezig hoor, maar het loslaten waar ze gewend zijn, waar hun traditionele zaken zijn, hun rituelen, dat gaat een beetje moeizaam. De minister merkt ook op dat de totstandkoming van een wet op waterschappen geen kleine job is. Het duurt volgens haar lang omdat het installeren van een bestuur dat zich bezig zal houden met dit vraagstuk niet gemakkelijk is. De mensen die zitting moeten nemen in de commissie moeten deskundig zijn.